De Noorderstadskerk aan de Henk Aronstraat heeft op zaterdag 12 november haar 110-jarig bestaan gevierd. Deze jaardag is niet ongemerkt voorbij gegaan. De Noorderstadskerk der Evangelische Broedergemeente in Suriname, EBGS, heeft gisteren haar 110-jarig bestaan gevierd met een speciale dankdienst en receptie. De dienst was druk bezocht en er is stilgestaan bij de mijlpalen van deze kerkgemeente. De Noorderstadskerk is belast met de zending in de wijk Paramaribo Noord. De Henk Aronstraat was namelijk bij de oprichting van de kerk in het jaar 1906 de noordgrens van Paramaribo. Vandaar ook de naam Noorderstadskerk. Het kerkgebouw is opgenomen op de werelderfgoedlijst van de UNESCO omdat het behoort tot een van de oudste en goed onderhouden gebouwen van Paramaribo. De voorganger van de gemeente, dominee Stevens Ferdinand, ging tijdens zijn preek in op geestelijk leiderschap. De kerk heeft volgens hem in de afgelopen jaren ook voor een aantal grote leiders gezorgd. Het moment dat je als leider, als persoon of als instituut invloed uitoefent op de ander zodanig dat het gedrag van die persoon ten goede verandert, dat die persoon op een hoger niveau komt, dan zijn we bezig met geestelijk invloed uit te oefenen op die persoon. Want je bent bezig het denken, het voelen, het willen van de persoon te veranderen ten goede. Denk bijvoorbeeld aan een zwerver die door interventie van, zeg maar, iemand anders, de kerk, op een gegeven moment het zwerversbestaan achter zich laat. Wat niet zo makkelijk is. Maar die persoon komt op een niveau waarvan hij of zij het zwerversbestaan achterlaat. Dan is er sprake van een stukje geestelijk leiderschap. Want je hebt het gedrag van de persoon veranderd. Aldus dominee Stevens Ferdinand. Hij sprak zaterdag tijdens de speciale dankdienst in verband met het 110-jarig bestaan van de Noorderstadskerk der Evangelische Broedergemeente in Suriname, EBGS.